Een hele goede morgen op deze ochtend. Zo, ja, wat heb ik te melden? Nou, niks. Ik wou gaan fietsen, maar weer ziet er een beetje triestig uit. Dus, nou, wat heb ik onder ontbijt? Nou, ik heb als ontbijt heb ik twee krekkertjes met kaas. Volkoren krekkers. En een grote bak thee. Zoals u ziet. En dan nog een vitaminetje. En dat is het. Nou ja, ik ga proberen te fietsen vandaag. Maar ja, ik weet niet hoeveel kilometer ik vandaag ga fietsen. Het is ook wel eens lekker om weer een dagje thuis te wezen en een beetje op te ruimen. Want het is hier af en toe net of er een bol ontploft is. Nou, dit was het voor vanochtend. Een goede middag. Ik ben aan mijn lunch. En ik moet iemand even wegjagen. Maar nee, ik ben aan mijn lunch en het is buiten mistig. Ik ga wel even een klein rondje fietsen. Maar ik doe wel veiligheidsmaatregelen om met klisterband, met reflecterende lichtjes erop. Wat heb ik als lunch? Nou ja, ze zijn mislukt voor het eerst. Ik heb eimuffin. Ik denk dat ik vergeten ben de siliconen muffinhouwer in te vetten. En ze kwamen er niet mooi uit. En het was ook een experiment, want ik heb nu alles door elkaar gedaan met de staafmixer. Dus het ziet er niet mooi uit, helaas. Dus. Maar een rustdagje is ook wel eens lekker. En ja. Nogmaals, ik ga maar een klein eentje fietsen. Want het is nog steeds mistig en ik ben altijd een beetje huiverig met dit weer. Dus. Nou, tot vanavond. Het is echt Halloween. Dit is om 1 uur 's middags. Dit is op de Sazerschans en u ziet net zoveel als ik. In de polder is het nog veel erger. Nou, dit is in de polder. Ik denk dat je ongeveer 25 meter kan kijken. En dit is de weg. Ik sta hier op de Klausbrug en nou ja, daar moet de zaan wezen. En 20 meter verderop, daar moet een hele hoge fles staan. Het is echt mistig. Het is wel leuk om te rijden. Je komt af en toe duikt er opeens een voetganger op of een andere fietser. Dus het is echt mistig. Zo, goedenavond. We zijn weer aangekomen bij het item. Wat eten we vanavond? Nou, we eten vanavond forel met gegrilde groene asperges. De forel die wordt gewikkeld in ontbijtspek en er komen uien overheen. En dit is wat we nodig hebben. Koolraap, daar maken we puree van. En foreltje, twee uien. Dit gedeelte hoort helemaal bij de
de forel, dus ontbijtspek, twee rode uien in plakjes gesneden, gegrilde, er komt als groente bij, gegrilde asperge, groene asperges en koolrabi. Als puree. Ik heb deze heb ik al gekookt. Dus, ik zie u aan tafel als het klaar is. Zo gaat hij de oven in, omwikkeld met ontbijtspek. In zijn buik de ui. Ik heb er een knoflookje bij gedaan voor een beetje meer smaak. Klontje boter er bovenop. Smelt het zo meteen lekker. Beetje zout en een beetje peper. Voor vis gebruik ik altijd zeezout. Peper kunt u nadoen. Zo gaat hij de oven nu in. Goedenavond. We zitten weer aan tafel. We nemen de dag even door. Ik heb toch nog 20 kilometer gefietst. Door de dichte mist heen. Nou ja, het was ook dikke mist. Het was net soep. Het was wel grappig. Af en toe zag je een fietser of een voetganger of een jogger zag je opduiken in het... uit de mist. En het was... gelukkig had ik... mijn handschoenen die reflecteren al en ik had mijn licht aangedaan en ik had nog meer voorzorgsmaatregelen genomen. Wat eten we vanavond? Nou, ik had het al gezegd in de keuken. Een forelletje, ontwikkeld door spek en in zijn buikje rode ui. En gegrilde asperges. En koolrabi puree. Koolrabi puree. Dat eten we vanavond. En het is bij elkaar 20 gram aan koolhydraten. Koolhydraten. Ja, dus. Wat ga ik vanavond kijken? Ik weet het niet. Ik weet nog ineens wat er komt. Ik zelf wel geïnteresseerd ben ik in de televisie. Maar in ieder geval niet naar een of andere VARA-programma, oftewel PvdA-TV. Van die springhanen. Daar kijk ik niet naar. Ja, Ludwig op zondag, die kijk ik vanavond. Of Ludwig op zondag, die kijk ik vanavond. Dat vind ik altijd wel grappig. Neemt een heleboel in de zeik. Dat is het enige wat ik kijk vanavond. Mijn spanningsboog op het ogenblik is niet zo, of interestboog is op het ogenblik niet heel. Ik sta weer te springen om morgen weer te trainen. De laatste 10 kilo eraf. Nee, ik ben nog steeds 111, maar als ik 101 ben, dan ben ik al heel gelukkig. Ja, ik heb nog steeds mijn tandjes in. Ze doen niet zeer. Ik heb er nou vanaf donderdag in. Hier aan de onderkant doet het een beetje zeer. Maar ik geloof dat het gewoon binnen is. Ik kijk het nog even een weekje aan. En dan, als het dan nog zeer doet met bijten. Dan moet ik even terug. Hè? Dus. Nou, ik wens jullie allemaal een prettige avond.